Action. Dat betekent dat we weer aan het rijden zijn al. Om 5:12. Ja. Wat zijn we aan het doen? Nou, we zitten hier in een of andere koffiehuis of koffieshop in Den Haag. En we hebben gevonden. We zijn op zoek naar de Zuidlaap van VAC, de burgemeester, de alcoholist van Den Haag. Met zijn hockey. Met zijn hockeyfeest. Ja, met zijn hockey en zijn bierfeesten. Koffieshoppies mogen niet en blowen mogen niet. En ja, ons wietfeest die we willen organiseren dit jaar, dat mag ook niet, maar we doen het toch op het strand. En Edge, heb jij nog wat in die highlight gezien, hoe we echt wiet kunnen kweken, of staan er weer toververhalen in die highlight? Toververhalen in de highlight. Maar we hebben net ook gehoord dat hij ergens bij Scheveningen gesignaleerd is, hè? Ja. Dus we gaan straks naar Scheveningen met hoe? Dan gaan we de kroeg af. Want ja, het is vrijdagmiddag en we moeten hem vinden. Mooi hè, dat hockey. Welk hockey? Je hebt hem over een hockey. Daar ik denk dat ik wiet aan het kweken ben. Wiet hockey. Wiet hockey. Dan moeten ze bij jou thuis komen. Oh nee, er staan er 500. Doe maar niet. Ja, jongens. Ik denk nou echt dat ik een studio heb thuis of zo. Ja, de studio, ja. Ja. En een hockey. En een hockey. En een sticky. Maar ja, we zitten in een koffieshop. We hebben net wat te blowen hier gekregen, maar hè? Ja, hier lopen dus wietjes, is wel lekker. Moet jij nog roken, cameraman? Nou, oké, dan weer een ijsje. Hier, ja, je oog. Jullie zijn ook helemaal weggedampt. Ja. Welke was er nou? Die komt terug. En een Italië, jongen. Hm? Laat mij ook op de pakken van de week. Eén ijsje, zei ik. Ja. Stiekem twee. Ja. Drang de roos, hè? Ja. Ik kan altijd dubbel doen. Hé, maar waarom gingen we nou op jacht voor die van Aartje? Ja, hij is nog steeds niet in de Cannabis Club zo. Hij laat ons weken wachten op een brief, op een e-mail. En we hebben nu het doel bereikt dat we zo ver zijn dat we eigenlijk vreugdevuur mag er niet komen. Vuurwerk niet, Cannabis Club niet, koffieshop moet ze aan de regels houden. Buitenlandse mensen worden nu geleerd in de koffieshop, want dat zijn koffieshop dealers. Nou, dat klopt, waren ze allemaal, die Marokkanen. En de Turken en de Surinamers, zodat we weer gaan discrimineren. Maar wij zijn ook wiet dealers. Snap je? Dus die verhaalt alles wat met wiet te maken heeft, wil hij gewoon niks mee te maken hebben. En ja, hij heeft Snoop Dogg, wil die niet. Dus Edje, kom eens even met dat blauwe. Ga eens even daar zitten, man. Dat is toch een blauwe hol, joh? Blauwe hol. Maar heb je nou genoeg beelden of denk je van we gaan...